Hallo mensen en welkom terug bij SimCity 5! Ik ben Christophe en zoals je kunt zien zitten wij in ons gezellige stadje weer, waar geen huis staat. Maar dat is niet het enige probleem. Mijn regio waar dit stadje in staat heeft een probleem dat het te veel werk heeft. Ja, inderdaad, mijn regio heeft te veel werk. En dat is inderdaad een probleem. Want, dames en heren, wij hebben hier dus een zonnepark. Een zonnepark, je ziet het hier al een klein beetje, we zijn dus aan het bouwen, zo'n zonneding voor wat energie te leveren. Maar het probleem is, omdat wij echt te weinig werk hebben, vinden we geen mensen om dat zonnepark af te bouwen, af te maken. Dus wat gaan we hier doen in deze aflevering? We gaan eigenlijk huizen plat gooien die ervoor zorgen dat er weer wat werk wordt bijgemaakt. Je ziet hier, ik heb hier al een grote stad gebouwd. Je ziet hier een mooie stad, groot. En je ziet hier de industriestad waar al onze energievoorzieningen normaal gezien vandaan komen. Bon, we gaan eens kijken wat we gaan afbreken. En het eerste wat ik wil afbreken, dat is deze hogeschool. Want we hebben al een hogeschool in de regio en dat is dus, ja, niet meer nodig. Die universiteit, die wil ik niet afbreken, wij hebben wel een universiteit in onze regio, maar niet met de opleiding business school en niet met de opleiding technische school. Dus dat is, dat hebben wij niet. Bij de geneeskunde, oké. Opleiding geneeskunde hebben wij ook niet. Dus opleiding geneeskunde en dan nog opleiding rechten. Oké, goed. Dan hebben we dus alles. Wetenschappelijke opleidingen. Dus we gaan een paar studentenhuizen bouwen. Maar met andere woorden, nu hebben wij alles van opleidingen in onze regio. Dus we gaan ook geen universiteit meer bouwen, want we hebben alles. Boah. Ziekenhuis, brandweer, school, dus ja, daar gaan we allemaal afblijven. Daar gaan we niet meer bijbouwen, want wij zitten echt met werk te veel. Dus ja, gaan we meteen beginnen bouwen. En het is, ja, we gaan gewoon meteen beginnen bouwen. Maar, nee, voordat we beginnen met bouwen, en dat is iets dat ook wel voor werk, dat eigenlijk werk weer afpakt, maar dat is iets van de stad. Namelijk, dat is een voorwerk van de stad. En dan kijk ik naar cultuur. En dat is zoiets als zoiets als de Eiffeltoren in Parijs. Je kent de Eiffeltoren. Je gaat naar daar en paam, die Eiffeltoren. Ik zie hier een kerk en die kerk gaan we hier in die stad plaatsen. Geen kerk is zo, ja, kerkachtig. We gaan hier iets in de stad plaatsen dat echt mensen gaat aantrekken. En ik zie hier het vrijheid. Dit gaat mensen aantrekken. De opera, we pakken dat vrijheid. Dit trekt mensen aan van de stad. Pauw. Oké, die zit mee. Die staat. Het vrijheid staat mooi in de stad. En nu dat we hier alles hebben, lijkt het mij leuk om hier in winkelstraat te plaatsen. Dat is nog niet erg. Bon, maar we gaan hier dus een winkelstraat plaatsen. En die winkelstraat gaat dus hier. Voilà. We gaan geen grote winkelstraat bouwen, maar gewoon een winkelstraat. Oké, dat is toch wel een moeilijke winkelstraat. Hier zo. Maar ik zit toch te denken om deze school en deze brandweer up te loaden. Want, dames en heren, wat is het probleem? Nu is er zo weinig volk in de stad, maar het probleem is. Dat blijft niet zo. Kijk naar die stad. Die is enorm gegroeid. En ik kan uit ervaring spreken. Als ik die brandweer en die
dingen niet heb geüpload. Dat was gewoon mijn stap afgebrand. Dus we gaan alles hier uploaden zodat dat niet gebeurt, dames en heren. Dat mag niet gebeuren. Alles uploaden. Dat dat echt niet gebeurt. En we moeten eigenlijk een voorbeeld zijn van de andere stad. Dat niet kan gebeuren. Dat eigenlijk mag gebeuren. Als iets gebeurt, mag het gebeuren. Zo. En zo. Wacht. Zo. Zo. Hier ook. Zo. Zo. En zo. En zo. En dan hier. Zo. Zo. Oh, we hebben hier nu geld, geen probleem. We gaan even lekker cheaten. Dat doen we met Alt-W. We doen het een paar keer op die Alt-W. En we gaan zo maken in een zeeltje. Alt-W. En we hebben die deur. En Norrissen. Die brandweer is ook al uit nood. Dan gaan we de basisschool is uploaden. En zo. Zo. En zo. Dat is alles geüpload. En doen we zo. En zo. Oké, en dan gaat het af. Hier ga ik niet uploaden, want echt waar is het niet. Probleem. Middelbare school, gaan we ook weer uploaden. Oké. Goed, dit is dus de stad. We gaan nu nog een beetje iets veranderen. Namelijk, we gaan voor schoolvervoer zorgen. Want. Voor schoolvervoer. Ja, hoe doe je dat? Zo. Bussen. Ik weet het. Maar hoe schakelt ze? Oh ja, dat is heel goed. Onderweg, ja, zo. Oké, dan gaan we dus hier een busnetwerk aanleggen voor het school. Zo. Zo. Voilà. En dan gaan we voor de andere buslijn zorgen. Die in de vorige aflevering precies al geplaatst hebben. Goed zo. Ja, dat is het mijn probleem. Goed. Cool. Dan gaan we nu. Gaan we nu een huis beginnen bouwen. En hoe gaan we dat doen? Ja, we gaan nu een huis beginnen bouwen. Om te zorgen dat er werk is. Maar, bon. Ik ga dat huis de volgende aflevering bouwen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En hopelijk, ja. Tot de volgende keer, hè. Daa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